beste mensen. Ik vind het prachtig dat jullie wilt luisteren naar mijn verhaal. Het verhaal over het spookslot van Schijndel. Gedurende de lange winteravonden wier deze verhaal, jaar in, jaar uit, doorverteld en overgedragen aan iedereen die er belangstelling voor had. Op een koude winteravond komt er midden in de dorpskern van Schindelen een koets aan met twee deftige herren, twee welgestelde herren. De paard waren blijkbaar doodop van een lange reis. Ik denk dat we hier wel kunnen overnachten. Zou je denken? Het heet anders wel de Wildeman, Herbert. Ja, de Wildeman. Hoe komen ze erop? Fris weertje, mannen. Dag, Petersen, is het niet? Juist, meneer. Petersen. Frans Petersen. Welkom in het Schindelen. Waarmee kan ik de heren van dienst zijn? Kunnen wij hier misschien overnachten en is er plaats voor onze paarden? De dieren zijn doodop. We kunnen onze reis niet meer voortzetten. Natuurlijk. Met alle plezier. Volgt u ons maar. We hebben echt honger. Veel zin in een stevige Brabantse boterham met koffie. Wat vind jij, Max? Ik vind het een prima plan. Mijn buik rammelt. En Petersen, kun jij er ook voor zorgen dat er goed voor de koetsiers wordt gezorgd? En voor de paarden? Komt helemaal voor elkaar, meneer. Mijn knecht helpt de koetsier met ze te borstelen en te roskammen. De stal is verwarmd en de voederbakken zijn goed gevuld. Aha. Die koffie ruikt verrukkelijk. Daar staat het huis onbekend, al zeg ik het zelf. Smakelijk, heren. Als de heren soms iets anders of iets beters verlangen, er is ook nog rookworst, rookvlees, kaas. En het een en het ander in de kelder. Dit is meer dan voldoende, meisje. Stel nu dat wij klaar zijn met eten, wat dan? Hoe gaan wij hier de rest van de avond doorbrengen? De heren schijnen ons dorp niet te kennen? Wij zijn hier inderdaad nog nooit eerder geweest en we hadden nog nooit eerder van Schindelen gehoord. Nou, dan kan ik de heren zeker een wandeling aanbevelen in de omgeving. Als de reis tenminste niet te vermoeiend was. Wat heeft Schijnelen ons dan voor bijzonders te bieden? Dat hangt er maar vanaf wat de stadse heren bijzonder vinden. Zo zijn wij bijzonder trots op onze mooie Sint-Servatiuskerk. Daarnaast hebben we ook nog de kasteelruïne. Een kasteelruïne? Dat klinkt best interessant. En of? Die willen we zeker zien. Is die ver van hier? Gaat nogal, meneer. Zo'n kleine 20 minuten lopen. En Petersen, is deze gemakkelijk te vinden? U volgt de weg richting Heeswijk. En na een kwartier gaat u links af. En na 5 minuten vindt u rechts de ruïnes van het vroegere kasteel. Nou, wat dacht je ervan, Egbert? Gaan we er nog even op af? Absoluut. Het lijkt me een gezonde avondwandeling en het doodt onze tijd. Wij kunnen nu toch niet meer verder reizen. Ja. Dit moet echt een enorm kasteel zijn geweest. Eens kijken naar die fundamenten. En de grootte ervan.
Volgens mij moet hier vroeger een geweldige toren hebben gestaan. Toren? Hoe weet je dat? Dat kun je toch zien aan die fundamenten? Inderdaad, je hebt gelijk. Je vraagt je af wat zich hier vroeger heeft afgespeeld. Dat gaan we eerst aan die Petersen vragen. Die weet daar vast veel meer over te vertellen. Ach, Max, jij met je fantasieën. Kom, we gaan. Voor je het weet is het donker. En, hebben de heren nog iets bijzonders ontdekt in ons dorp? Ja, Skille heeft wel degelijk iets bijzonders te bieden. Wij zagen veel landbouw, maar weinig industrie. Behalve dan de klompen en de hoepelmakerijen, meneer. Dat is dé industrie van Skille, met al zijn hout. Zeg dat wel, met al zijn hout. Dat verbaast wel ons. Die klompen verschaffen hier aan honderden handen werk. Dus alles is hier handwerk? Jazeker. En de Skinlesse klompen staan wijdverspreid bekend om de goede kwaliteit ervan. Ah, zelfs het bier is hier bijzonder goed. En hebben de heren iets gezien van de ruïne? Ja, dat moet echt een reusachtig kasteel zijn geweest. Dat was het inderdaad. En daar zit ook nog een bijzonder verhaal achter. Vertel. Nou, het is een belangrijk stukje geschiedenis van Skinle. En daarnaast speelde mijn familie daarin een grote rol. Ook dat nog? Ja. Nou, vertel verder. Luister. Mijn oud-oom, hij eette verder. Was een echte avonturier die veel reizen had gemaakt en veel in de vreemde landen met veldtochten had meegedaan. Maar helaas is hij al een tijd overleden. Maar in zijn tijd stond hij bekend als een dappere kerel die voor niets of niemand bang was. Maar na veel omzwervingen kreeg hij toch weer heimwee naar zijn geboortedorp, Skinle. En zo kwam hij weer in Skinle terecht. Het sleutje dat hij nog als een prachtig kasteel had gekend, zag er na zijn terugkomst als een bouwval uit. Zelf ben ik al 60 geweest en van de bouw heb ik nooit iets anders gezien dan bouwval. Zelfs de hoge toren was al ingestort. Dus er stond een toren? Absoluut, meneer. Maar dat vertel ik u verder wel in het verhaal. Dat zei ik toch? Ja, je had gelijk, jongen, maar laat Petersen nu eerst zijn verhaal afmaken. Zoals ik al zei, lag in mijn jeugd de toren al tegen de grond. En niemand is ooit op het idee gekomen om het vervallen slot weer op te bouwen. Maar wat ik me wel goed kan herinneren, is dat ik het als kleine jongen grote schrik had om op de vooravond langs die bouwvallen te lopen. En toch zeker als het donker was. En daarin stond ik niet alleen. Zelfs de grootste pochers onder mijn vrienden liepen liever een half uur om dan het oude slotje te passeren. Iedereen was ervan overtuigd dat het spookte. Er waren er zelfs bij die het spook hadden gezien. Een graadmagere man met lange witte haren en een dito baard. Met verkreukelde handen en met verscheurde kleren. Een echt spook dat ze hadden horen kermen en horen zuchten. Menig vrouw en menig kind heb ik een kruis zien slaan als ze er voorbij kwamen. Maar natuurlijk waren er ook verstandige lui die zeiden dat het geluid niets anders kon zijn dan het gekrijs van de vele vleermuizen en de nachtuilen die rondom de spooktoren zwermden. Ja, natuurlijk. Slowies. Omdat de spooktoren en de kasteelruïnes vaak in de lange winteravonden
rondom de boerenhaard en in de herberg besproken werd, kwam ook mijn oom Ferdinand die spookgeschiedenis aan de weg. En zo kwam in de vroege middag van nieuwjaarsdag diezelfde spookgeschiedenis van het sleutje hier in dezelfde herberg aan de orde. En een streuk, ook nog. Oude wijvenpraatjes. Spoken. Kun je nog maar net denken of zo? Oh, even. Oude wijven. Zo laten wij onze kinderen niet noemen, mannetje. Dat woord neem je terug en anders zul je kennis maken met onze vuisten. Is het niet, mannen? Ja. Terugnemen? Ik denk er niet over. En als je wilt vechten, kom dan maar op, mannetje. De kunsten van het vechten heb ik inmiddels wel onder de knie. Hey, Ferdinand, kom erop. Vertel ze. Rustig. Ja. Blijf allemaal rustig zitten. Maar ik weet het goed gemaakt. Ik doe een voorstel. Voor een paar potten bier, die we morgenavond in de Wildeman samen zullen opdrinken, ga ik op verkenning in dat kasteel. En om te bewijzen dat ik niet bluf, breng ik de nieuwjaarsnacht door in het kasteel. Alleen mijn trouwe zwaard neem ik mee. Voor het geval ik tegen het spook zou moeten vechten. De mannen in de herberg zagen goed dat oom Ferdinand het serieus bedoelde. Alles moest geheim gehouden worden. Want iedereen in Skinnele wist hoe woedend de Beljoe, dat is de slotheer, kon worden als er iemand het voorstel deed om de toren te beklimmen of te spreken over een restauratie. Nadat de donkerte was ingevallen, werd in het diepste geheim de nodige voorzieningen getroffen voor Ferdinands nachtelijk verblijf in het kasteel. Goedenavond, vrienden. Goedenavond. Hallo. Ik ben mij meegegaan voor jou. Dankjewel. Komen we de nacht wel mee door. En een beetje voor de warmte. Ja, voor de warmte. Lekker een deken. Koud, te warm. Dank je. Ik drink me vanavond om uit te blijven. Dankjewel. Is het niet half pas? Nou, dan vertrekken we. Ja. Okay. Er is één ding wat jullie zeker moeten weten. Voor zover mogelijk waren alle vertrekken van het slot goed gesloten. En de sleutels waren in goede handen van de vorster. En de vorster was daar zeer trouw in aan de slotheer. En hij had een zeer ernstige opdracht om die sleutels nooit, maar dan ook nooit aan iemand af te geven. Helaas. Hij had één gebrek. Hij dronk graag een stevige borrel, vooral als die gratis was. Ik vertelde nu al dat het nieuwjaarsdag was. De vorster ging er al vroeg op uit om zijn nieuwjaarswensen te brengen. Nogal begrijpelijk dat de vorster midden op de middag niet al te vast meer op zijn benen stond. Al spoedig had hij de heerschappij over zijn onderdanen verloren. En zijn tong ratelde onophoudelijk. En hij pochte wat hij wel niet allemaal voor het welzijn van Skinnele had gedaan. Er is niemand. En er was niemand zo trouw en zo eerlijk aan zijn meester, de slotvoogd. Voor mijn meester heb ik alles. Alles heb ik daarvoor. Het is maar voor één nachtje. Ja, ja. Nou, vooruit. Voor één nachtje. Maar deze, die hou ik zelf. Dit is mijn eigen huissleutel. Die krijg je niet. Die hou ik zelf. En morgen wel meteen terugbrengen. En natuurlijk maar voor één nachtje. Moet ik er verder mee doen. En morgenavond kom jij hier in de Wildeman terug om samen met ons
die potten bier leeg te maken. Ja. Niemand die dat meer verdiend heeft dan jij. Het waren nog krek geen 8 uur die in avond, toen oom Ferdinand voor het eerst van zijn leven het beruchte kasteel binnentrad. Loslopen met die spokerij. Oh, wacht. Hier nog een kamer. Nummer 11. Wat zullen we nou hebben? Geen nummer 11. Wat een doordacht mannetje. Daar snap ik helemaal niet van. Een trap? Het is hier te donker. En te koud. En de spoel moet ook nog de kans krijgen voor de dag te komen. Ik ga naar bed. Hij maakte het zich handig in de grote leunstoel en begon te lezen. De bierpul neffe zich. Maar om 11 uur lag hij, na een kort avondgebed, al achter de gordijnen van het ledikant. Het vuur daar brandde nog volop. Toch kost oom de slaap niet vatten. De dwaasheid van de lichtgelovige mensen steeg hem naar zijn kop. Wat een stap voor een geluid. Kom maar nou, jongen, nou zullen we het hebben. Ga ik nou mezelf ook wat inbeelden? Kom nou, geen waanideeën. Het zijn vast een paar vechtende uilen. Misschien een los venster waar de wind aan morrelt. Alsof de duvel ermee speelt, dan hoor ik het weer. Dit lijkt wel voetstappen te zijn van een mens. Of van... Kom op. Ik laat me niet kennen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Laat ik nou eens goed luisteren. En jij, trouwe vriend? Jij laat me niet in de steek. Waar dit nou het zo gevreesde sleutje spook? Zoals de oude mens er zag, zou hij rechtstreeks uit zijn graf kunnen komen. De stakker, dacht oom Ferdinand, die zich doodstil hield om te zien wat er gebeuren zou. De oude mens rilde van de kou. Gelukkig brandde het vuur nog volop. Ferdinand kreeg diep medelijden met de arme oude mens, die door in zijn verraffelde kleding en zijn uitgeteerd lijf neerzaat als toppend van ellende. Oh, wat is dat lekker warm zeg. Dat heb ik in 30 jaar niet gevoeld. Al die tijd een verschoppeling. Een verdoemde onder de mensen. Maar ja, ik heb het verdiend. Het is mijn eigen schuld. Ik ben het, Ferdinand. Ik doe geen kwaad. Wacht!
tegen vijand. Verdorie. Heb ik je zo laten schrikken? Wacht eens even. Ja. En eerst maar zo'n slok wijn. En je hoeft niet bang te zijn, want ik doe je geen kwaad. Maar meneer, wie bent u? Wat doet u hier? Dat zal ik u straks allemaal vertellen, als we beneden zijn. Want het is hier veel te koud. Beneden is het veel warmer. Kunt u zelf naar beneden? Ja, dat gaat wel. Kom maar, ik zal u ondersteunen. Met deze ketting dragen. Zeg, kan dat akelige ding niet los? Nee, meneer, die zit vastgesmeed. Wie doet nou zoiets? Kom, ga hier maar eens zitten. Dan trek ik ondertussen wat warms aan. Heb je honger? Hier. Neem maar gerust. Er is ook nog genoeg voor mij. Helaas heb ik geen thee of koffie, maar een slok wijn smaakt er ook wel bij. Gretig wierden er een paar boterhammers verorberd, waarvan de man scheen op te knappen. Langzaam, zeer langzaam, zag Ferdinand dan ook het wantrouwen en de vrees uit de ogen verdwijnen. En nu vertel het maar eens. Niet dat ik zo nieuwsgierig ben, maar ik wil wel weten waarom je zo eenzaam bent opgesloten. En waarom die ketting? Dat zal ik u vertellen, meneer. Maar geloof me, ik heb in geen 30 jaar een vriendelijk persoon gezien. En ik vraag me af hoe u hier gekomen bent. De enige die mij hier ooit komt bezoeken is een Norse ruwe man die me af en toe wat schrale kost kon brengen. En dat gebeurt altijd 's avonds. En soms brengt hij een geheimzinnig persoon mee en dan snauwen ze samen tegen me. Dus u begrijpt dat het me verbaast u hier aan te treffen. Dat snap ik. Onmensen. Meestal hebben ze me in de torenkamer aan de muur vastgeklonken. Wat zegt u? Ja, en als mijn oppasser, zo zal ik hem maar noemen, een goede dag heeft, dan laat hij me wel eens los. Dan kan ik een paar passen zetten, maar de deur blijft altijd potdicht. Tot vandaag. Vandaag kwam hij binnen, stomdronken. Hij smeet een stuk brood naar me toe. Alsof ik een hond was. Hé, ouwe! Hier zul je het mee moeten doen. Want het is feest. En daar moet ik bij zijn. En nou zit ik met u bij dit vuur, meneer. Maar ik vroeg me af, wat was dat voor een feest daar buiten vandaag? Dat zal ik u vertellen. Maar daarna is uw verhaal aan de beurt. Weet u, ik ben oud soldaat. Ik heb al veel meegemaakt. Maar deze toestand, nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Maar kom op. We zullen kijken wat we eraan kunnen doen. Heren, u moet weten dat mijn oom ervan overtuigd was dat hier sprake was van een misdaad. En hij had zich voorgenomen dit uit te zoeken
Hoe dan ook. Dat feest vroeg u. Dat waren de mensen uit het dorp die nieuwjaarsdag vierden. En het feest vanwege onze slotheer, die tevens de baljuw van ons dorp is. Hij heet Jacobsen en is een man uit duizenden. Voor iedereen staat hij klaar, arm en rijk. Daarom dat iedereen in zo'n feestvreugde was. Een man uit duizenden. Zegt u dat wel? En nu alweer verheven tot meerdere eer en glorie van zijn onderdanen. Hoe is het mogelijk? In godsnaam. Ik hoop dat hij gelukkig is. Anders zou ik. Nee, dat niet. Dat nooit. De oude soldaat begreep er niks af, maar werd hoe langer hoe meer overtuigd dat hij hier stond voor een verschrikkelijk raadsel waarvan hij de oplossing moest zien te vinden. Maar hoe? Als laatste kwam hij toe het besluit om alle bescheidenheid te laten varen en recht op zijn doel af te gaan. Dus u kent onze baljuw? Ja, jawel. Ik snap het niet. U schijnt nogal grote belangstelling te hebben voor onze slotheer. Terwijl u al 30 jaar geen mens heeft gezien. Behalve een Norse verzorger. En af en toe een andere persoon die al even onvriendelijk was. Ja, dat klopt. Dit gaat echt mijn pet te boven. Hoe kunt u zich nou druk maken om iemand u 30 jaar lang niet heeft gezien? En dat wat u mij volmondig na zei. Een man uit duizenden. Nee, meneer. Ik begrijp er niks van. Dat begrijp ik. Maar meneer, u toont mij zoveel interesse. U lijkt mij een oprecht mens. Mag ik u vragen? Kan ik u echt vertrouwen? Kan ik rekenen op uw absolute stilzwijgen? U kunt mij voor de volle 100% vertrouwen. Een soldaat breekt zijn woord niet. Dan zal ik u alles vertellen. Ook al is dat erg moeilijk voor me. Die slotheer. Die baljuw. Die Jacobsen. Is mijn eigen kind. Nee. Nee, dat kan helemaal niet. Die jarenlange gevangenschap moet uw verstand aangetast hebben. Nee, dat geloof ik niet. Onze slotheer, uw zoon? En toch is het zo. Hij heet Jacobsen en ik heet Jacob. Ik verzeker u dat ik zijn bloedeigen vader ben. Dat kan niet. Die Jacob waar u voor wilt doorgaan, is al lang geleden gestorven. Ik zie de lijkstoet nog voor me. Voorop de droevige slotheer. En al die droevige mensen. Het is alweer een 20, 25 jaar geleden. Wat? Hebben ze mijn begrafenis in scène gezet? Hoe is het mogelijk? Ja, de dood, mijn dood. Dat zou een uitkomst zijn geweest voor mijn zoon. En toch, ik verzeker u dat ik de bloedeigen vader van uw slotheer ben. Maar meneer, rustig toch meneer, kalmeer. U hoeft met mij geen medelijden te hebben. Geen medelijden? Dan zou ik een beest zijn. Net als die anderen die u hier hebben opgesloten.
Al 30 jaar lang, zoals u mij zelf heeft verteld. Maar wacht eens even. U zou me nog vertellen hoe u hier gekomen bent. Goed, dat zal ik vertellen. Na jarenlang in het buitenland gereisd te hebben als soldaat, kreeg ik op een gegeven moment heimwee naar mijn geboortedorp. Toen ik hier in Skinle kwam, erfde ik herberg De Wildeman. En sindsdien vertel ik de gasten mijn verhalen over mijn omzwervingen en alle veldtochten. En vandaag, met nieuwjaarsdag en alle feestelijkheden rond de baljuw, was het extra druk in mijn herberg. Met alle verhalen kwam ook het spookslot weer te sprake. Het spookslot? Mijn zoon weet maar al te goed dat het zijn eigen vader is die hier als spook fungeert. Maar neemt u mij niet kwalijk. Gaat u door. U begrijpt dat lichtgelovige lui, maar vooral ook vrouwen en kinderen, als de dood waren voor dit kasteel. En met de grote boog eromheen gingen. Ja, natuurlijk. Dan bleef het geheim goed bewaard. Tja, dat heb ik gemerkt. Het werd me hoogst kwalijk genomen dat ik met de spookgeschiedenis durfde te spotten. Het dreigde ook bijna op een vechtpartij uit te lopen. Totdat ik het voorstel deed voor een weddenschap. Ik deed de weddenschap om enkele potten bier dat ik 1 nacht in het kasteel zou doorbrengen. En omdat de vorst er al zo ver in het glaasje had gekeken, was het een kleine moeite zijn sleutels los te krijgen. Als u het mij vraagt, is uw verzorger en de vorster 1 en dezelfde persoon. Als u de waarheid spreekt en de baljuw is uw zoon, dan kent de vorster het geheim en is hij de vertrouwensman van de slotheer. Dat is best mogelijk, best mogelijk. Tja, na een paar uur was ik hier en die lui hadden goed voor me gezorgd door van alles mee te geven om de nacht door te brengen. Maar ja, ik kon de slaap niet goed te pakken krijgen en ik hoorde van allerhande vreemde geluiden. En misschien was er wel een spook, maar ja, de rest weet u. Ja. Zoals beloofd heb ik mijn verhaal nu verteld. En nu bent u aan de beurt. Waarom zit u al zoveel jaren hier? Nou vriend, ik moet zeggen, het zal me goed doen om eens al mijn ellende uit te kunnen storten. Maar aan de andere kant lijkt het me beter om mijn geheim mee te nemen in mijn graf. Want net als ik zal ook deze vaderbul zijn straf niet ontlopen als hij eens zelf voor God komt te staan. Vaderbul, zegt u? Heeft dan de slotheer u, zijn eigen vader, willen vermoorden? Mijn God, wie had zoiets kunnen denken? Nee, meneer, u moet mij niet verkeerd begrijpen. De zaak ligt enigszins anders, maar ik kan beter zwijgen. Zwijgen, ouwe man? Zwijgen over zo'n verschrikkelijke misdaad? Dat zou mij tot zijn medeplichtige maken. Dat nooit, riep mijn oom verontwaardigd. Hoor eens, mijn vriend. Nu ik de hoofdzaak weet, wil ik ook alles weten. Ik wil u helpen. Ik wil u verlossen uit deze pijnlijke toestand. Ik kan het niet, meneer. Ik kan het niet. Het zou de ondergang van mijn zoon betekenen. Uw zoon, die huichelaar, die moet voor de hele wereld worden ontmaskerd. Ik zal u zeggen welk besluit ik heb genomen. Of u vertelt alles, of ik ga morgen vroeg meteen naar de bevoegde instanties en geef ze met de sleutels toegang tot deze ruïne, zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat zich hier allemaal afspeelt. Luister, ik wil en ik kan dit niet accepteren. De keuze is aan u. Goed, goed. Ik zal het u vertellen. Maar ik smeek u, spaar mijn zoon.
Het is en blijft toch mijn enig kind. Toen ik de eerste jaren hier opgesloten zat, zat ik vol met wraakgevoelens. Jack is mijn zoon. Maar ik heb het hem allemaal vergeven. Dankzij de goede opvoeding die ik van mijn lieve ouders heb mogen ontvangen, heeft mijn geloof in God me overeind gehouden. Bidden en boeten voor mijn zoon en voor mijzelf. Voor uzelf? Ja, voor mezelf. Dat zult u begrijpen als ik verder ga. Maar voor ik verder ga, moet u mij beloven dat u mijn zoon zult sparen en hem niet zult overleveren. Ik weet het wel dat het verschrikkelijk is wat hij heeft gedaan. Maar misschien was het Gods wil. Ik begrijp niet dat iemand tot zoiets in staat is. Ja, dat begrijp ik. Maar u moet begrijpen, in die tijd was ik een rijk man. En de jongen mijn enig kind, zodat hij vanzelfsprekend ruim bij kas zat. Hij kon de grote meneer uithangen. En dat ging hem maar al te goed af. Hoe meer ik probeerde hem tot inkeer te brengen, hoe meer hij zich van me afwendde. Tot op zekere dag hij al zijn gevoelens van afkeer recht in mijn gezicht slingerde. Hij kon mijn ellendige gezeur niet meer verdragen en werd onuitstaanbaar. Er moest en zou een einde aankomen. En die dag kwam hij voor de zoveelste keer dronken thuis. Ouwe, ben jij je tong verloren? Moet jij je niet vaderlijk opstellen om uw ontspoorde zoon toe te spreken? Dus je zwijgt? Nou goed, dan zal ik wel praten. Voortaan zal ik leven zoals ik dat wil, begrijp je dat? Het heeft mij hier allemaal al lang genoeg geduurd. Ik heb genoeg van jouw krenterigheid en je onverdraaglijke heerschappij. Mannen! Ik schrok me dood toen ik die drie kerels met een echte boeventroon is op me af zag komen. Omdat dit kasteel in die tijd nog niet zo bouwvallig was en tot de familie behoorde, kon mijn zoon mij hier eenvoudig opsluiten. Het plan was tot in de puntjes voorbereid. Zelfs mijn doodsbericht en de daaropvolgende uitvaart hebben ze in scène gezet. Een schitterende vertoning, nietwaar? Een schitterende vertoning? Houd toch op! Geloof me, het liefst zou ik die hooggeachte slotheer, die godvergeten huichelaar, aan mijn zwaard rijgen. Nee, meneer. U heeft mij zojuist beloofd dat u mijn zoon zult sparen. En ik ga ervan uit dat u als man van eer uw woord zult houden. Dat doe ik ook. Het werd me even te veel. Goed, gaat u alstublieft verder. Toen ik daarboven aan mijn ellende was overgeleverd, kon mijn ontaarde zoon het in het slot niet meer uithouden. Hij liet het vervallen en vertrok. Waarheen, weet ik nog steeds niet. Ik had nog de hoop dat hij zelf afscheid zou komen nemen. Hoe kon ik zo stom zijn? Alleen nu nog één vraag. Waarom bent u vastgekluisterd aan die akelige keten. Maar begrijpt u dat niet? Op die manier werd het mij onmogelijk gemaakt om bij het raam te komen, zodat ik een eventuele toevallige voorbijganger zou kunnen aanroepen om aan te laten geven dat ik hier verborgen zat. Maar dat is nu voorbij. Dat verzeker ik u. Het is Gods wil geweest die mij hier naartoe heeft geleid om u te redden. Maar we moeten opschieten. Het is nog nacht en Skinley is in rust, dus kom. Laten we naar mijn huis gaan. Daar is het voorlopig veilig. Nee, meneer. Nee, ik blijf hier. Ik vlucht niet. Niet vluchten?
Meneer, het is niet dat ik uw goede bedoelingen niet waardeer. Maar ik wil mijn dagen in dit slot eindigen. Mijn geloof heeft mij geleerd. Vergeef en u zult vergeven worden. En ik heb hier lang over na kunnen denken. Maar ik heb mijn zoon vergeven voor wat hij me heeft aangedaan. Zullen we nu alles bekend gaan maken? Zodat mijn zoon door het volk veracht gaat worden en niet meer zo geliefd zoals u zegt dat hij nu is? Nee, nee, meneer. Ik ga niet. Van uw kant begrijp ik het. Maar voor mij ligt dat anders. Ik kan niet toelaten dat zo'n huichelaar zijn eigen onschuldige vader op zo'n manier behandelt, terwijl hij zelf... Onschuldig. Mijn God. Komt u mee naar de torenkamer. Onschuldig. Mijn God. Ik ben er veel erger dan mijn zoon. Als u straks het hele verhaal zult kennen, zult u geen medelijden meer met mij hebben, meneer. Kom, hierheen. Ziet u deze vlek, meneer? Dit is het bloed van mijn vader. Hier, op deze plek, heb ik hem met eigen handen vermoord. Ja, je kijkt mij met grote ogen aan. Maar ik was in mijn jeugd nog veel erger dan mijn kind. Geld, steeds meer geld wou ik hebben. En toen mijn vader het niet meer wilde geven, werd ik woest en raakte door het dolle heen. Hij zag wel dat het gemeend was en vluchtte weg. Maar hier, op deze plek, heb ik hem in de woede en zinders gestoken. En ondanks dat ik heb geprobeerd het bewijs weg te werken, is het me niet gelukt. Begrijpt u nu dat ik hier mijn laatste dagen moet slijten en dat het God zelf is die mijn moeder laat doen? Deze toren is geen spooktoren. Dit is een verhaaktoren. Dat is best mogelijk. Maar ook al was het nog maar één dag, dan nog zou ik dat niet op mijn geweten willen hebben. Als het kan, zou je dan een priester hier willen brengen, zodat ik in een oprechte biecht met God mag verzoenen. Dan kan ik gerust sterven. Goed. Ik zal er zo spoedig mogelijk voor zorgen. Ik begrijp natuurlijk dat dit alles ook geheim moet blijven, nietwaar? In de loop van de voormiddag kwamen er al enkele nieuwsgierige polshoog te nemen hoe het hem op het kasteel waar vergaan. Hoe was het op kasteel? Niet best. Kom vanavond maar naar de Wildeman. Dan vertel ik het hele verhaal. Er namen ze garen genoegen mee. Maar zo ongeveer rond de klok van 11 uur, diezelfde dag, maakte hij een achterommetje en belandde in de spreekkamer van meneer pastoor, waar hij in strikt vertrouwen zijn nachtelijke bevindingen aan meneer pastoor mededeelde en tegelijkertijd diens raad kwam inwinnen. Ferdinand, je bent eerlijk genoeg om met mij als priester geen grappen uit te halen, maar dit probeer je maar iemand anders wijs te maken. Dit soort griezelverhalen bestaan niet. Meneer pastoor, ik zweer als soldaat dat alles wat ik nu verteld heb de waarheid is. Ik verzin toch niet ter plekke dat de gevangene bij u wil komen biechten. Nee, je hebt wel gelijk, maar het klinkt zo ongeloofwaardig. Ik kan het nog steeds niet goed vatten. Begrijp ik wel, meneer pastoor, maar ik kon het eerst zelf ook niet geloven. Totdat ik de feiten onder ogen zag. En wat nu? Wat moeten we nu? Er moet iets gebeuren. Het liefst zou ik die schurk van een baljuw aan de schandpaal binden. Dat heeft hij dubbel en dwars verdiend. Jawel, maar ik vraag me af of, zoals de zaken er nu voor staan,
het verstandig is om iemands goede naam door het slijk te halen. Of erger nog, totaal te vernietigen. Terwijl het probleem op een andere manier kan worden opgelost. Ja, ik ben het wel met u eens. En bovendien heb ik de oude man beloofd om de eer van zijn zoon te sparen. Maar dat betekent niet dat we alles moeten laten zoals het was. Nee, het kan zeker zo niet langer. Maar we kunnen nu niet direct een beslissing nemen. Laten we hier eerst eens even goed over nadenken. Hè? Jij en ik, ieder voor zich. En kom dan weer terug. Eens kijken. Overmorgen zo rond 8 uur. Komt het uit? Overmorgen, 8 uur, 's avonds. Ja, dat zal wel gaan. Nou, dan stap ik nu maar eens op. Het wordt al middag. Tot overmorgen, meneer pastoor. Die namiddag rond de klok van 4 uur weer het flink druk in herberg De Wilde Man. Hey, Ferdinand, vertel je. Kom op. Vertel nou eens. Rustig. En blijf even allemaal zitten. Luister. Rond 8 uur was ik op het kasteel. Nou, bedankt trouwens voor alle spullen en de proviant die jullie gegeven hebben. Daar was ik heel blij mee. Ik heb eerst het haardvuur aangemaakt. Toen heb ik nog wat zitten lezen. Daarna ben ik op verkenning gegaan. Ik heb een paar kamers doorzocht. Maar het was er zo ijzig koud en zo akelig uitgewoond dat ik daar snel genoeg van had. Rond 11 uur ben ik onder de wol gegaan. Maar op een of andere manier, ik weet niet hoe het kwam, ik kon maar niet in slaap komen. Ha! Grote schrik, Warmerke, grote schrik! En anders niks! Mama, je mond. Ferdinand, vertel het verder. Wat valt er verder te vertellen? Ik heb geen spook gezien. Of gehoord. Dus het is en het blijft voor mij de grootste onzin. Na een tijdje ben ik maar naar huis gegaan. Dat moet ik jullie eerlijk bekennen. Had dan tot middernacht gewacht. Ja. Dat heb ik ook gedaan, jongeman. Na een paar uur ben ik vertrokken. Het was zo akelig. En zo griezelig. En zo koud. Het was geen pretje. Om dan midden in de nacht in zo'n verlaten kasteel te gaan zitten wachten op de komst van een spook. Nee, ik had er snel meer dan genoeg van. Dus wat dat betreft, beste vrienden, heb ik mijn weddenschap verloren en zijn die potten bier voor jullie. De omstanders in De Wilde Man wieren er rumoerig af. Vooral toen dit traktatie op toffel kwam. Er wier weer geen verdere navraag gedaan en iedereen koos dus geloven wat hij wou van het spookslot. Zoals waar afgesproken, waar Ferdinand 2 dagen later op bezoek bij meneer pastoor. Ik vind het geen gemakkelijk geval, moet ik eerlijk bekennen. En weet er ook niet zo goed raad mee. Wat had je zelf in gedachten? Wat zou u ervan denken, meneer pastoor, wanneer ik zelf naar de slotheer ga en openheid van zaken ga vragen? Naar de baljuw gaan? Zou je dat wel doen? Waarom niet? Het recht is aan mijn zijde en niet aan zijn kant. Ja, maar ik ben bang dat hij vreselijk kwaad zou worden. En wie weet wat er dan gaat gebeuren. En wat dat betreft sta ik mijn mannetje wel. Ik zal hem rustig vertellen wat ik allemaal heb gezien in het kasteel. En daarna zal ik met nadruk eisen dat daar verandering in moet komen. Ik laat morgen nog belet bij hem vragen. Zo, je laat er geen gras over groeien. Nee, wat denkt u, meneer pastoor? De gedachte aan die arme oude stakker, die daar in die koude toren zit, zonder verwarming, nagenoeg geen warme kleding, dat laat me niet met rust. Je hart zit op de goede plaats, Ferdinand. Maar wees alsjeblieft voorzichtig. Tjonge, dat ik dit moet meemaken. Tja, je had zoiets kunnen denken. Van die welwillende en altijd vriendelijke slotheer die voor iedereen klaar stond. De mensen zijn onbegrijpelijke wezens, meneer pastoor. Onbegrijpelijk hoe hij altijd zo
joviaal en zo tevreden over kan komen. Alsof hij alle geluk in handen heeft. Terwijl hij toch door helse furies wordt geplaagd. Als hij tenminste nog iets menselijks in zich heeft. Ja, jongen. Dat zijn van die dingen waar ons klein mensenverstandje niet bij kan. Ook de slotheer zal het echt wel eens moeilijk hebben. Vooral wanneer hij werkelijk alleen is. Onthoud maar dat het kwade immer zichzelf straft. Maar hoe wil je dat nu aanleggen met de baljuw? Of hou je dat liever voor jezelf? Oh nee, zeker niet. Luister. Ferdinand zette uiteen hoe hij de zaak wil aanpakken. En de pastoor vond het een uitstekend idee en gaf daarbij zijn zegen. Het duurde nog enkele dagen voordat Jacobsen Ferdinand kon ontvangen. Intussen gebeurde er iets waar het halve dorp van overeind stond. De vorster stierf plotseling. God zijn ziel genadig zijn. Hoe moet het nou in godsnaam verder met die toren? Met alles wat erbij hoort. De heer Petersen is er voor u. Laat maar binnen. Wat hebt u op het hart, meneer Petersen, geloof ik, hè? Dat is juist, heer. Maar zegt u gerust Ferdinand. Zo noemt het hele dorp me. Nou goed, Ferdinand dan. En wat is er? U weet dat de vorster dood is. En nu kom ik met het beleefde verzoek of het misschien mogelijk is om in het huis van de vorster te kunnen wonen. En tegelijk de zorg voor het sleutje op me te nemen. Daar moet ik eerst over nadenken. Ik heb daar alleen over te beslissen. Dat weet ik. En juist daarom kwam ik het vragen. Ik ken namelijk de geheimen die het sleutje voor de buitenwereld verborgen houdt. Wat bedoelt u? Een andere reden? Wat betekent dat? Blijft u alstublieft rustig, heer Baljuw. Ik kwam hier om u te sparen. Ik ken namelijk al de geheimen van het sleutje. En waarom die voor de buitenwereld verborgen blijven. Je liegt. Je wilt me intimideren. Alsjeblieft rustig. Ik zal u alles vertellen. En daarna kunt u oordelen of het leugens zijn. Rustig gaf Ferdinand het relaas van de rondgonde protjes, van zijn weddenschap in de Wildeman, van de naacht in het kasteel en van alles werd hij daar vernomen en gezien haar. Vooral liet hij blijken dat de oude en zo slecht behandelde vader toch het beste had gesproken over zijn zoon. En hoe deze vader had gebeden en gesmeed de eer van zijn zoon en de goede naam bij het volk ongerept te laten en tegenover iedereen het geheim te verzwijgen. Ik heb hem dat beloofd uit medelijden met hem en niet met u. Maar ik zal zwijgen om uw goede naam te sparen. Maar wel onder enkele voorwaarden. En die zijn? Uw vader moet eerst worden bevrijd van die afschuwelijke keten die om zijn enkel zit. En nog wel vandaag. Ja, maar Til, laat mij uitpraten. Ik zal u daarbij helpen. En verder moet er een goed bed komen. En een flink vuur. En degelijke kost naar het kasteel. Stakker heeft helemaal niets. Verder zou ik willen voorstellen dat u weer in het sleutje gaat wonen. En daarom enige benedenvertrekken laat inrichten. Maar niet nadat u eerst de torenkamer heeft ingericht. Zodat hij in die tussentijd het een beetje naar zijn zin kan hebben. Maar ik heb mijn vader dood laten verklaren. Ik heb hem zelfs een schijnbegrafenis gegeven. En wat moeten we daar dan mee? Dat weet ik. Maar de oude man
wil dat hij voor de buitenwereld dood blijft. Om zo uw goede naam en eer niet aan te tasten. En voor behoud van het geluk dat u schijnt te genieten. Schijnt, ja. Tegenover u kan ik het nu wel eerlijk vertellen. Terwijl ik hoop dat u ook dit voor u zult houden. Dat ik geen blij, wat zeg ik, zelfs geen rustig uur meer heb meegemaakt sinds ik mijn vader op deze manier monddood heb gemaakt. Ook al zit ik in het midden van het gezelligste gezelschap. Ik word voortdurend achtervolgd door een verschrikkelijke angst. Het is alsof de duivel mij overal achtervolgt. Maar dan snap ik niet dat u die komedie heeft kunnen volhouden. U had er toch zelf de hand in om daar een eind aan te maken, als u dat had gewild. Dat denkt u, ja. Maar denkt u dat het zo eenvoudig is om zoiets weer ongedaan te maken? Laat ik eerlijk bijzeggen dat ik in mijn eerste wilde jaren dit ook niet echt van plan was. Nee, ik trachtte te genieten van mijn vrijheid en van mijn rijkdom waar ik nu over kon beschikken. Maar mijn inwendige angst heeft mijn leven tot een hel gemaakt. De dwaze begrafenisvertoning zou de schepen achter me moeten verbranden en me doen terugbrengen naar een beter leven. Gelukkig heeft onze lieve Heer op tijd ingegrepen door de plotselinge dood van de vorster. Ik werd wanhopig omdat ik niet wist hoe het nu moest met mijn geheim van het sleutje. Totdat u kwam met uw verzoek, meneer Peters. En hoe staat u daar nu tegenover? Graag. Zeer graag geef ik u deze betrekking. En niet alleen omdat u deze hele geschiedenis geheim wilt houden, maar vooral omdat u mij wil helpen om het een en het ander te herstellen bij mijn oude vader. Daar ben ik erg blij mee. En als u het goed vindt dat ik vandaag al begin. Ik zal voor alles zorgen. Maar om te beginnen zal ik eerst die gruwelijke keten doorveilen, zodat uw vader weer bevrijd is. En vanavond krijgt hij een smakelijke maaltijd. Kan hij de nacht in een warme kamer, in een goed bed. Goed. En verder heeft uw vader verzocht om in het geheim een priester te laten komen. Voor een biecht. Om goed voorbereid te zijn op de dood. En als u het goed vindt, zal ik dat voor hem regelen. Goed. Doet u dat maar. Hè? Het waar de slotheer heel wel lichter geworden en met hart. De zorg van zijn vader voor de eer en de goede naam van zijn zoon had deze heel wat milder gestemd tegenover hem, tegen wie hij zich zozeer had misdragen. Toen na enige tijd het spookslot weer bewoonbaar was gemaakt en de baljuw er zijn intrek nam, werd de oprechte verzoening tussen vader en zoon een feit. Dit toe grote voldoening en vreugde van Ferdinand, die daartoe in Gods hand het werktuig was geweest. De slotheer had hem toe huismeester benoemd en Ferdinand wist die betrekking zo gemoedelijk en zo gewetensvol te vervullen dat nooit iemand ook maar enig idee had van het bestaan van de oude slotheer. En hiermee, heren, heb ik mij aan mijn belofte gehouden om tijdens uw noodgedwongen verblijf te vermaken met het geheim van ons sleutje. Dit bijzondere verhaal. Ik hoop dat u goed kunt slapen. En ik wens u een goede nacht en wel te rusten. Thank you.
Thank you.